Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus steel. Hey, en welkom to Stinky Shithole. Dit is het station van Budapest, waar de vakantie van Budapest begint. Het ruikt hier voornamelijk naar kak. En we zijn heel rijk. Dat is eigenlijk de korte samenvatting. We hebben net even 60.000 gepint. Het idee is in ieder geval, voor 1 euro krijg je zo'n 310 Horgaanse whatever florijnen, flinten, plankplank. We hebben net alvast weer voor 30 euro een kaart gekocht. We hebben 3 dagen onbeperkt met het OV kunnen. Dat hebben we in Wenen ook. Die dingen zijn super fijn. Hoef je nergens meer op te letten. En we mogen zo meteen in ons hotel, dus gaan we daar even lekker chillen. Kijken of het ook naar poep ruikt en alles uit elkaar valt. Ik hoop het wel, hoor bij de sfeer hier. Ik moet ook gel gaan kopen, want ik heb zeg maar de hele vorige vlog ook geen gel gedaan. Nice. Ik heb vlogs waar ik er beter uitzag, qua haar. Ik ben Puffy. Cute. Ze hebben hier echt kapot hoge roltrappen en je wordt er echt super duizelig van. Ze zijn echt super stijl. En ja, het is best wel gevaarlijk. Ik heb het gevoel alsof ik ieder moment achterover kan slaan en dan doodval. Dat is ongeveer hoe ik deze roltrap zou beschrijven. Maar wanneer gaat die trap nou rollen? Hij rolt al! Dames en heren, het is weer hoog tijd voor een hotelkamer unboxing. Wauw! Het valt best wel tegen eigenlijk. Ten eerste, het bed is één grote puinzooi. Dat hebben we zelf gedaan. Het hotel heeft niet zo het bed aan ons gegeven, gelukkig. En verder hebben we hier een heleboel troep. Dat is ook ja, grotendeels onze troep. Verder hebben wij geen raam, wat toch een klein beetje jammer is. En ja, het is ook best gewoon een klein kamertje en het is best warm. Het is gewoon één grote doos waar je in kan slapen. En dat krijg je ook als je een goedkope vakantie wil natuurlijk. En verder hebben we de badkamer. En dat is gewoon ja, een soort van normale badkamer. Met een douche en zo spiegels en zo waarin je jezelf kan vloggen. Maar het leukste aan deze hele kamer is dat we een notitieboekje hebben. Wat gewoon hier ligt eigenlijk voor de mensen die de kamer gebruiken. Maar de vorige eigenaren hebben wat erop geschreven. En je ziet nog een klein beetje de afdruk. Nu weten jullie dit misschien niet, maar ik ben vroeger in mijn babytijd geheim agent geweest. Wat we nu gaan doen is, dus we gaan met een potlood heel rustig zo eroverheen. En als het goed is kunnen we dan de geheime boodschap lezen. En misschien staatsgeheim en shit. Dit gaat helemaal niet werken. Ah, je moet wel sneller doen, kom op. Het gaat echt wel werken, ik zie al dingen staan. Het is waarschijnlijk wel een andere taal, ze hebben even een vertaler nodig, maar dat maakt niet uit. Het is nu al een stuk beter te zien, ik kan er zelf nog helemaal geen flikker uit oplezen, want het contrast is gewoon nog een klein beetje laag. Waarschijnlijk is het ook een andere taal, maar als je dit kan vertalen, als kijker, stuur me de geheime informatie, ik ben geheim agent Peter. Hallo iedereen en welkom bij Uitzichten met Rick. Ik sta momenteel hier, bij een van de gebouwen waar Picasso dood aan het zijn is. Waarschijnlijk ligt hij hier niet begraven, maar er hangen hier wat van zijn werken. Dit is hoe Budapest werkt. Zie je daar rivier? Donau. Vol met as en shit, als je de vorige vlog hebt gezien. Dat daar in de verte, dat is Pest. En dit hier waar wij nu zijn, dat is Buda. Het ding is, Pest is gewoon platte stad en Buda is bergachtige shizzles. En dat is hoe Budapest werkt. Je hebt Buda hier, Pest daar, rivier ertussenin, samen Budapest. Wauw. En waar wij nu staan, hebben we dus een prachtig uitzicht over die gekke Donau. Hier heb je Anna. En je houdt je camera flink scheef. Ik hou mijn camera helemaal niet scheef. Oké, even dus een kleine update. Onze avond is een klein beetje ver Budapest. Het regent echt heel hard buiten. We zijn momenteel de rennen van een heel raar torending geklommen met heel veel gare trappetjes. Ja, hier zie je het niet goed. Wacht. Blijf bij me. We zijn net door een gigantische set van dit soort gangetjes gelopen. Het was best wel cool. We zijn helemaal naar beneden. Zo trrr. We stonden net helemaal boven. We zijn nu bijna beneden bij de Donau, bij de rivier. En daar kun je vast wel ergens lekker wat eten in je mond stoppen. En dat gaan we nu doen. Hey, ik sta momenteel in een pashokje bij de CNA. Want het loopt momenteel buiten en het is gewoon best wel koud. Kouder dan we hadden verwacht van Budapest. Vandaag veel regen. Morgen zonneschijn. En ja, ik heb het best koud, dus ik denk, weet je wat, ik koop gewoon dit vest voor een eurotje of 20. En dan kan ik over straat lopen zonder dat het koud is. Dat is een goede oplossing. En ik hou dit fijne, lekkere, zwoele vest eraan over. Ik zit momenteel in een pashokje te vloggen. Dat is nieuw. Nu gaan we over Anna's hekje ook je heen filmen. Ik zou niet buiten. Nice. Dat heb ik eruit geknipt. Yo kijkers, ik zit momenteel te chillen op mijn hotelkamer. Je weet wel, die ene zonder raam. En het grootste probleem van een hotelkamer zonder raam is eigenlijk 1. Ventilatie. Het is gewoon, je wordt een beetje misselijk. Het is een beetje een rare lucht. Ten tweede, je weet niet of het dag of nacht is momenteel. Anna, take it away. Lamp. We hebben wel 1 raam. Dat is het raam naar de gang. Het is dag.
We gaan even lekker chillen van ons gratis ontbijtje. Ik heb een Serpent Gameplay t-shirt aan. Jij ook? Nee. Het goede nieuws is, het is echt fantastisch mooi weer. Het slechte nieuws is, we zijn net in de verkeerde bus gestapt en zijn helemaal naar het eindstation gereden. Want we dachten, ah, we zitten vast wel goed. En nu moeten we dus zeg maar weer terug naar het punt waar we zijn opgestapt. Dat is 20 minuten. En 10 minuten door naar waar we wel heen moeten. Dus we hebben gewoon een uur aan busrijden erop aankutten. Maar dan kom je wel ergens. We gaan namelijk naar een van de hoogste punten van de stad om lekker uit te kijken en ijs te eten. Dat is een bus. Misschien. Het openbaar vervoer in Budapest is een beetje zoals diarree. Warm, kleverig en heel verwarrend. We zitten momenteel in ieder geval weer in de goede bus. Een beetje uitzicht. En ja, het hele verkeer is gewoon één grote hobbelbak. De bussen zijn gewoon denk. Maar de ramen kunnen wel open. En als alle ramen openstaan en de bus gaat best hard, dan krijg je best wel een soort windstroom in je gezicht. En dat is fijn. Verder moet ik nog één ding zeggen. De bewoners van Budapest zijn over het algemeen heel lelijk. En no offense, maar het is gewoon echt zo. Sorry. Ze zien er gewoon allemaal uit alsof ze heel veel heroïne in hun gezicht injecteren. En dat is gewoon fijn, want dan voel je jezelf heel mooi. Terwijl zo'n mooi ben ik nou ook weer niet. Maar je voelt je wel gewoon Holland's Next Topmodel. Zo, na een hele lange klim zitten we helemaal bovenop een van de hoogste bergen in Budapest. Het uitzicht is echt super vet. Ik zal het zo meteen eventjes filmen. We hebben best wel flink moeten klimmen. Nadat we eerst al dat busgezeik hadden, hebben we heel veel moeten lopen. Omhoog. En we hadden maar één flesje van een halve liter water. We waren helemaal uitgedroogd en uitgeput. En we gingen eigenlijk omhoog in de hoop dat je daar iets te eten en te drinken kon halen. Anders zouden we niet doodgaan, maar wel gewoon ja, dorst hebben. En ja, na die hele gezonde klim en lichaamsbeweging hebben we eten en drinken gevonden. Tadaa! Hashtag healthy life. Oeps. patat met intens veel zout. Wie hier wat hamburgers? Hou je meer vocht vast. Hou je meer vocht vast, dat is zeker waar. We hebben flesjes met daarin vocht om vast te houden. Ik zal zo meteen het uitzicht even laten zien. Ga ik nu even patat in mijn smoel stoppen zo, hier. Welke Olympische sport kan je beoefenen als je nog een paar patatjes over hebt? Nou, het is namelijk het grote vogelpatatgooi spelen ding. Je pakt een patatje, die gooi je dan en dan komt er een vogel op af. En die stopt hem in zijn bek. En dat ziet er altijd heel grappig uit en shit. Hij kan weinig. No, nee. Wat een onrecht. I will have to throw another patatje. Wat is dit prachtig om te zien. Dat ik dit nog mee mag maken. Jezus. Wow. Doei bootje. Nou. Daar gaat onze boot weer en wij gaan lekker verder zonder boot. Een super goede Budapest tip. Als je zo'n OV-kaart hebt van 3 dagen onbeperkt OV, kun je ook met bootjes. Daar zijn wij in ieder geval achter gekomen. Meteen de kans gepakt, gewoon in een willekeurige boot gestapt. Echt heel Budapest een beetje uitgevaren. Budapest is echt heel ver weg momenteel. En nu we proberen terug te komen, denk ik. Wat we nu gaan doen is, we gaan naar het Sziget. Dat is Hongaars voor eiland, heeft Anna mij geleerd. Dat is namelijk daar zo. En dat is bekend van het festival Sziget, wat plaatsvindt op dat eiland. We kunnen zo via de brug zo, wow, erheen lopen. Boot heeft heel problemen met wegkomen. Jammer dan, doei. Operatie Brug is eventjes een klein beetje gestaakt. We zijn momenteel in een supermarkt. En de supermarkt is niet zo heel erg super, want we begrijpen niet zoveel van de taal. Probeer je momenteel uit te zoeken of we nou water met of zonder prik hebben. Ik heb in ieder geval een energy drinkje Go. Dat kost 100 florint, oftewel iets van 30 eurocent van de goedkoopste energy. Monster is nog steeds een eurotje hier. En ik heb een broodje waar misschien vlees in zit. Dat is een beetje het mysterie hier. Het is een soort van unboxing, Pestijn. Haha, je zei florint. Is het, was het niet florint? Nee, is forint. Forint. Fuck. Het is niet mijn land dit. Verder gaan we even wat snoepjes kopen. Want ja, dat heb je hier niet. Ze houden van Milka hier, zo te zien. Wat wil je, Anna? Geen idee. Yeah. Ik weet niet of mensen dit kennen. Mexicorn. Het is een soort mais met barbecue smaak. Het is super chill. Dus die nemen we mee. Alle kinderen zijn in ieder geval net zo blij als in Nederland. Deze gast speelt gitaar door deze hele coole crackers. Supermarkt update, dat ding waar misschien vlees in zat. Daar zat vlees in en man, dat was oprecht het goorste met vlees erin wat ik ooit heb gegeten. Dus we delen nu Anna's appelstrudel en die is mijn appel en strudel, die is gewoon best lekker. En we gaan nu verder met operatie Brug. Zo, we zijn aangekomen op het eiland
Tsiget. Over dit eiland moet je eigenlijk twee dingen weten. Eén, het is een eiland. En ten tweede, er zijn fucking veel mensen aan het hardlopen. Je ziet ze misschien hier achter mij voorbij gaan. Echt letterlijk 99% van de bevolking van dit eiland is een fanatiek hardloper. Om het hele eiland heen zitten ze een hardlooppad. En er lopen de hele tijd mensen langs zonder t-shirt. En mensen met van die borsten die zo wap, pam, pam, pam. En oude mensen die half uit elkaar vallen. Het is erg inspirerend, erg inspirerend. Een paar mensen die zo langzaam hardlopen dat je ze wandelend in kan halen. Het is wel inspirerend. Nou, wij hebben net in ieder geval dit mooie stukje gelopen. Het is best, ja, die bruggen zijn best lang. De Donau is best groot. Dus ja, het is best wel een stukje lopen om het eiland te komen. Er is vrij weinig te doen behalve te kijken naar hardlopende mensen. Dus we gaan waarschijnlijk weer weg. We moeten even een manier verzinnen om weer helemaal daar ergens uit te komen. Want we zijn nogal ver van Boedapest af eigenlijk. Als het goed is rijdt hier een tram. Ik hoor hem zelfs momenteel. Dus dan gaan we die even lekker pakken. Oh ja, ik wilde even weten. Is de Donau koud of niet? Nou, het is gewoon koud. Kut. Dat is mijn zonnebril. Ah. Ik wilde net gaan vloggen en toen opeens heeft een of andere sukkel hier een fontein aangezet. Dit was helemaal niet de bedoeling. Ik wilde heel wat anders gaan vloggen, maar het ziet er fucking cool uit. Anna, we gaan die kant op. Snel, steek over. De hardlopers lopen nog steeds hard. We hebben echt super lekker gegeten in een of andere sportcafé. Voor 20 euro hebben we allebei gewoon heerlijk het eten gehad. Het enige naaiende is, ze hadden erbij staan. Het enige naaiende is, ze hadden weer de eeuwenoude 10% verplichte fooi. En ze deden alsof het al bij de prijs zat, maar dat zat het niet. Toch weer in mijn kont geneukt en daarom 10% fooi voor het in mijn kont nemen. Dit is even super vet. De dingen die je per ongeluk tegenkomt. De muziek ook, prachtig. Super vet dit. Baby, if you want me, then all of this will go away. We hebben echt super lang bij die gare muzikale waterfontein gestaan. We hebben iets van 8 nummers afgeluisterd. Toen gingen ze Coldplay spelen. Toen was deze jongen weg. Het was in ieder geval echt super toevallig. Precies op het moment dat wij er langs liepen, 9 uur, gingen die fonteintjes aan. Het was echt een van de tofste dingen van de hele vakantie tot nu toe. Het was echt super vet. En super toevallig. Het lot leidde ons naar de waterfonteinen. Nu lopen we lekker over een van de vele bruggen over tussen Boeddha en Pest. Over die lekkere Donau. En super mooi, alles, lichtjes, lampjes, avond, nacht, woe! Vandaag was in ieder geval een erg succesvolle dag. We hebben vandaag al meer dan 10 kilometer gelopen. En dat is gezond. We gaan nu even naar ons hotel om onze vestjes te halen. Anna heeft namelijk hetzelfde vest gekocht als ik. We zijn nu unisex. Heel van die stelletjes die dan dezelfde lelijke blauwe regenjas dragen. Wij vinden dat het mag deze keer, omdat het een heel fijn vest is. Dan mag je hetzelfde vest dragen. Deze ene keer. De rest van onze garderobe is wel nog steeds anders. Behalve dat Anna graag mijn onderbroeken draagt en ik haar slipjes. Doe je niks aan. Een hele goede morgen, vakantiemensen. Welkom bij dag 6 van de vakantie. De laatste dag in Boedapest. Morgen gaan we met het vliegtuig. En we hebben net in ieder geval een soort van lekker ontbijtje gehad. Het gratis ontbijtje in Wenen was in ieder geval veel lekkerder. Maar hey, we zitten vol met wat cornflakes, wat yoghurt, wat fruit en al die troep. We gaan nu in ieder geval lekker met de metro, want we gaan vandaag naar een thermal bath. Dat schijnt een van die dingen te zijn die je echt gedaan moet hebben in Boedapest. Een soort half sauna, half zwembad, half bloeden en zweten met allemaal vieze mensen. Na een lekker potje metro zijn we aangekomen bij de spa. Het is zeg maar hier zo. Het is een of ander mega hotel en spa in één. Het is best wel prijzig. We hadden bij onze OV-kaart ook een of andere spa waar we gratis heen konden. Alleen we hadden toch zoiets van ja, fuck it. We zijn maar één keer in Boedapest, kunnen we beter maar wel gewoon in die hele dure spa gaan. Ondanks dat ik een gierige gozer ben, die nooit graag geld uitgeeft. We doen het maar gewoon. We zijn binnen en Anna drinkt een watertje. En we koelen polsbandjes. Dus wij gaan even lekker zwemmen. Iets wat je kan doen als je in Boedapest bent. Het is super mooi hier. Het is echt hartstikke mooi hier. Ze hebben heel veel standbeelden van blote vrouwen. You know what is up. Een gigantisch mooie hal met allemaal gigantisch mooie dingen erin. En oude mensen die krantjes lezen en zo. Het is echt gewoon de droom. Dit is best wel mooi toch?
Zo, deze kindertjes hebben weer lekker gezwommen. Ik denk dat we een paar uur daar gebleven zijn bij de thermal baths. Dat was echt super tof. Ze hadden een paar baden van 40 graden. Wat gewoon, nou, het is echt een bad, het is meer gewoon een bak waar je in zit van 40 graden. Lekker warm. Ze hadden, een sauna van 90 graden. En daarnaast een 0 graden bad. Het is super vet om vanaf die 90 graden sauna waar je half dood gaat in dat 0 graden bad te gaan. En helemaal bewust te zijn van je lichaam. Of het nou echt gezond is, misschien juist heel erg of misschien juist heel erg niet, dat weet ik nog niet helemaal. Het is in ieder geval redelijk prijzig, dan dat je 15 euro kwijt bent of zo, maar als je in Boedapest bent, zeker de moeite waard. Ja, die 15 euro was het zeker waard. Zeker waard. Ja. En een super groot golfslagbad. En dat was een heel groot golfslagbad inderdaad. Nu, het belangrijkste deel van de hele vlog, Spar Shoplog. We zijn weer in de Spar geweest, hebben wat rare troep gekocht. Ik heb onder andere Pringles Bacon. Hadden ze die niet in Nederland ook? Voor mij hebben ze deze niet in Nederland. Ik ben Pringles Scanner. Ik heb een Burn Energy Drink. Verder hebben we een reep chocolade waar banana op staat. En deze wil ik nu even proberen voor de vlog. Anna, als jij hem open kan maken en in mijn mond kan glijden. We hebben ook nog broodjes. We hebben ook nog broodjes. We hebben ook een daadwerkelijke lunch. Dit zijn broodjes met waarschijnlijk kaas erin. En dit zijn waarschijnlijk broodjes met pudding erin. Dat is onze lunch samen met een... Oh mijn god, dat is ook de vorm van een banaan. Stop het in mijn mond. Kijk. De vulling is heel raar. Alsof je van die snoepbanaantjes eet. Maar dat ze dan heel erg gesmolten zijn, want de vulling is wel zacht. Oh ja, wacht, ik ga het ook proeven. Mag ik? Doe het, doe het. Stop het in je mond. Maar het is niet smerig ofzo, maar het is wel een ervaring. Heel zacht. De chocolade is maar een super dun laagje, maar het is wel lekker. Maar lekker. De rest van de food reviews zijn geheim. Doei! Ik loog over het gebrek aan reviews. Ik heb hier Pringles bacon. Het smaakt gewoon precies alsof Pringles en zeg maar Tuck bacon een kindje krijgen. En Pringles heeft dat wel eens eerder gedaan. Ik had laatst zeg maar de Pringles nacho cheese. Dat smaakt precies naar Doritos nacho cheese. Ze stelen gewoon elkaars poeder. En dat vind ik niet kunnen. Maar het is wel lekker. Lekker chippy. Verder smaakt Burn Juicy Berry troep. Gewoon niet heel lekker. Je kan het drinken, maar je kan ook gewoon een cola drinken. Het is niet heel interessant. Zo, deze jongen heeft net lekker gegeten. Hungarian style. Wil je nog steeds een keertje echt Hongaars eten? Dan heb je eigenlijk de keuze uit goulash, afval uit de vuilnisbak. Of gewoon heel veel rare soort vlees. Dus hebben we voor twee personen een of andere goulash vleesbak genomen. Voor een of andere Hongaarse vleesbak. Dat was best lekker. Nu zijn we weer een van de vage dingen aan het beklimmen, want dat doen we graag. Er schijnt een hele mooie uitkijktoren te zijn voor de stad, laatste avond. En ik moet nog steeds as uitstrooien, dus dat gaan we nu misschien doen als het een mooie plek is. Voor de mensen die denken, wat is deze rare tovenaar aan het doen, moet je even de vorige Wenenvlog kijken. Daar leg ik het soort van uit. Ik ben geen rare tovenaar ritueel aan het doen. Misschien een beetje, afhankelijk van hoe je er tegenover staat. Mensen die de trap aflopen kijken heel gechoqueerd naar me. Hier in Hongarije kennen ze Enzo Knol niet. Ze missen een hoop. We gaan dus deze piemel beklimmen. En dat wordt lachen. Er klinkt ook een of andere klassieke muziek van die kant. Dus er is vast een groot feest daar. Gooi nog wat as over mensen heen. Iedereen gelukkig. In ieder geval echt een prachtig gebouw. In de reisgids stond ook. Het lijkt net alsof je uit Disneyland komt. En ik kan me daar wel in vinden. Hey Anna. Wat zeggen ze ook alweer over een romantisch uitzicht? Geen idee. Dat is voor sukkels. Nou, het is wel mooi. Het is wel mooi of zo. Stad, donker, licht, troep. Leuk man. Je bent zo romantisch jij. I know, I know. Kom maar, ik heb een kusje. Zo, missie volbracht. Dat was een fijn momentje om in ieder geval te hebben en te doen. Ik denk dat ik bijna geen beter punt had kunnen vinden om dat te doen in heel de stad. Dus dat hebben we heel goed gedaan. Dus we hebben nu Wenen, Boedapest, mijn broertje heeft Praag al afgevinkt en Nederland. Als iemand toevallig nog binnenkort naar pak een beet Antarctica gaat en je hebt nog één kaartje over, neem deze jongen even mee. Dan kunnen we die ook alvast even afstrepen. Dan, ik heb nog zat tijd om alles te verdelen. Ik kan je vertellen, een hele bak urn met as. Heel veel as, dus we kunnen, zolang ze niet heel veel landen blijven maken, dan ben ik nog even zoet. Of juist dan nog. We gaan nu even lekker lopen. We zijn nu precies weer waar we eerder in de eerste dag van de Boedapest vlog ook waren. Namelijk weer bij het paleis gebeuren gezeik. Wat toen heel mooi was. Dus dat is nu 's nachts. Anders. Ja, je kent het eigenlijk bijna niet meer. En we lopen ook een andere route. Dat helpt ook wel. We gaan nog even een grote nachtelijke wandeling maken door Boedapest. En dan gaan we daarna lekker slapen. En dan morgen nog een beetje chillen. Morgen gaan we dus weer naar huis. En super onhandig. Wij moesten 10.000 forint borg betalen voor het hotel. Dat is zo'n 35 euro. En het ding is dus, wij krijgen die borg terug. Zo van, hier is je 35 euro. En zeg maar, net eventjes een paar uur later zitten we in het vliegtuig. Dus we moeten even een hele korte tijd 35 euro besteden.
aan iets wat nog soort van nut heeft. Want zeg maar, dat bedrag weer teruggeven en omwisselen naar euro's, dan word je zo erg in je kont genaaid dat er bijna geen geld meer overblijft. Dat moeten we nog even uitvogelen. In ieder geval, tot morgen waarschijnlijk, want zoveel interessants valt er ook niet meer te volgen nu. Wij gaan even lekker lopen. Zeg maar, doei Anna. Doei. Stap lekker, bitches. Trek niet veel in je piemel, anders valt hij eraf. Ze hebben hier een of andere buitenluchtbioscoop en ik ben al een tijdje naar de film aan het kijken. Geen idee waar het over gaat, maar ik wil sowieso mijn geld terug. Wat een kutfilm. Hoi. Wow, ik heb gewoon een duif gevonden en ik sta er al een paar meter vanaf en hij gaat niet weg. Kan ik hem aaien? Oh nee, nee! Vriend! Nee! Oh, jezus. Sorry!